welkom op AltaVista en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag een hele gave mailcall video. Ik heb namelijk het een en ander besteld en dat is allemaal binnengekomen en dat wil ik graag aan jullie laten zien. Vandaar dat we nog heel even geen kruidvat video hebben, dat zal de video hierop worden. Maar ik wil dit heel graag aan jullie laten zien. Het is namelijk een bestelling van Back to the Toys, oftewel Funkopops.nl. Een bestelling waar ik al een hele tijd op heb zitten wachten. Wat heb ik nog meer? Ik heb nog een Amazon pakketje, wil ik ook graag aan jullie laten zien. En ik heb nog een hele gave andere pop die ik aan jullie wil laten zien. In totaal 5 pops. Hele toffe pops, kan ik nu alvast zeggen. Dus we gaan ze één voor één gaan we ze openen. Ik ga beginnen met dit pakketje. Dit pakketje heb ik echt al een tijd op zitten wachten. Ik heb deze volgens mij nog voor de coronacrisis heb ik deze besteld. Hij is pas vorige week binnengekomen. Dus ik wil hem graag in jullie openen. Ik heb hem nog niet open gehad. Ik heb ik weet eigenlijk niet zo goed meer welke erin zaten. Dus heel spannend, ook voor mij. Dus ik ga hem openmaken voor jullie. Ik doe hem trouwens aan de onderkant. Ik vergeet af en toe nog wel eens. Ik doe hem gewoon aan de onderkant. Dan zie ik niet meteen wat erin zit. Hopelijk. 3 pops heb ik hier. Een tijd terug besteld. Niet duur, maar daarover straks meer. Even kijken. En de doos is open. Papiertje eruit. De pakbon zit erin. Ik leg die even daar neer. Wat hebben we als eerste? We hebben er een boekje weer bij zitten met nieuwe releases. Ja, een beetje vertrouwd bij Funkopop.nl of Back to the Toys, hoe je het ook wil noemen. Er staan een paar hele gave DVD en Blu-ray releases in. Altijd leuk om een keer door te nemen. En ik zie de pops, ja, zit er aan de zijkant in. Ik zie al meteen welke het zijn. En ja, klopt, deze had ik besteld. Heel vet. Ga ze één voor één aan jullie laten zien. De allereerste pop die ik heb is deze van Captain Marvel 427. Het is Verse. Heel erg tof. Ja, van Captain Marvel Verse. Ik had hier al een paar pops van. Talos heb ik bij de kruidvat kunnen scoren. Captain Marvel zelf heb ik. Ja, dat was het wel. Nick Fury heb ik volgens mij, wat lag die ook bij de kruidvat. Maar die heb ik niet kunnen scoren helaas. Hele gave set 427. Captain Marvel, kijk aan. Heel erg tof. Leuke set. Dit zijn de poppen die in de serie horen. En deze heb ik dus besteld bij Funkopop.nl. De volgende pop die ik heb is uit dezelfde serie. En dat is namelijk John Rock. Ik moet het echt goed uitspreken. Vorige keer heb ik mezelf een keer versproken bij Kid Flash. Dat een Marvel pop zou zijn. Natuurlijk is dat een DC pop. Ik had zelfs niet eens door dat ik het zei. Later zei ik het ook. Van, hey, dit is mijn tweede DC pop. Maar schijnbaar zei ik het verkeerd. Maar gelukkig de oplettende kijker heeft het gemeld in de comments. Dus ik zal er echt op letten. Uiteraard, ik ben ook groot fan van Flash. Ook groot fan van DC en van Marvel. Dit is natuurlijk een Marvel pop. John Rock. Van Captain Marvel 429. Hoe gaaf is deze? Heel gaaf op poppen zit. Ja, via Funkopop.nl. Ik vraag me af, er waren nog andere pops ook die hier bij de kruidvat liggen. Ik weet niet zo goed welke. Juice Goose the Cat, er is een Chase zelfs van. Heel gaaf, 429. De tweede pop, Captain Marvel. Heel erg tof. En dan de derde pop. 3 bestellingen zitten erin. Hier is hij. Heel gaaf. Deze vond ik eigenlijk wel gaaf. Even kijken of hij echt leeg is. Ja, hij is helemaal leeg. Vorige keer bleef er nog iets achter hangen. Dit is Bloody Baron van Harry Potter, nummertje 74. Ja, heel gaaf pop. Deze vind ik echt heel tof. Kijk eens aan. Heel gaaf pop uit een van de eerste sets volgens mij. Ronnie zit erin, Sirius Black, Bloody Baron, Dobie, Hedwig, Herman, Hagrid en Harry Potter zelf. Heel gaaf. 8 pops in deze set. Kijk aan. Nummertje 74. Je zou zeggen dat het een glow-in-the-dark pop is. Hè? Zo ziet hij eruit. Hè? Maar het is het geestfiguur van Harry Potter. Ik zal hem hier eventjes tonen. Geestfiguur van Harry Potter. Bloody Baron. Echt heel gaaf pop. Kijk, ik ben echt heel blij mee. Ik vind dit is echt wel zo'n unieke pop. Die je niet vaak ziet. Hè? Hij heeft wel bloed om zijn nek heen zitten. Unieke pop die je niet zo vaak ziet. Echt heel erg vet. Nummertje 74. Tot zover deze 3 pops van de Funkopop.nl. Ik zei het al, ze waren niet zo duur. Sterker nog, ze waren maar 3,5 euro. Kun je hier zien. Hè, bij Back to the Toys dat een tijdje terug had 3 pre-orders voor 3,5 euro. Het was een pre-order, heeft echt lang geduurd. Het heeft echt maanden geduurd voordat ik hem binnen had. Maar uiteindelijk had ik ze. Volgens mij was het lange wachten was volgens mij op... Ik weet even niet welke, maar er was er eentje in dat we heel erg lang moesten wachten. Volgens mij was dat deze. Dus vandaar dat de bestelling wat vertraging had opgelopen. Maar uiteindelijk heb ik ze. Heel erg vet. Echt, ik ben er heel erg blij mee. Ik zet ze aan de kant, want ik heb nog veel meer dat ik jullie wil laten tonen. De volgende, dat is een pakketje van Amazon. Kijk, hier heb ik hem. Amazon. En ook op dit pakketje heb ik heel lang zitten wachten.
Sterker nog, ik heb hier denk ik wel een... Ik denk wel een half jaar op zitten wachten. Dit was een pop die ook niet duur was. Ik heb hier volgens mij nog geen 4 euro voor betaald. Maar uiteindelijk zag ik dat die niet meer op voorraad was. Was een foutje bij Amazon. Dus hebben we hem weer moeten bestellen. En daardoor duurde het heel erg lang voordat ik hem binnen had. En uiteindelijk zie ik nu dat die Amazon weer aan de prijs is. Voor mij is hij nu gewoon 15 euro weer deze pop. Dus ik ben heel blij dat ik hem dus voor die prijs van 4 euro heb kunnen bestellen. Heel erg tof. Het is, ja, echt heel gaaf. Misschien kennen jullie hem niet, waarschijnlijk niet. Het is namelijk Alice Nelson. Kijk aan, Alice Nelson van de Brady Bunch. Kijk, heel erg tof. 668 van de Brady Bunch. Oei, hij heeft flinke box damage opgelopen. Toch nog. Dat is wel heel erg jammer. Ja, kijk aan deze kant kun je het zien dat hij wat gedamaged is. Ja, bij Amazon weet je het ook nooit. Het zal altijd maar de gok inderdaad hoe het binnenkomt. Kijken of ik er nog iets aan kan doen. Ik zal eens een mailtje sturen, maar vaak is dat niet het geval. Heel erg jammer, maar de pop is heel gaaf. Alice Nelson, ik ben heel even te kijken. En dat zal ik even aan jullie laten zien. Ik heb namelijk van de Brady Bunch al een pop. Dat is deze. John Brady en George Glass heb ik. Kijk, dat is deze. En die zat, dit was een exclusive. Vandaar dat die niet achterop zit, maar zit wel in dezelfde set. Kijk, ook van de Brady Bunch. Heel erg tof. Ja, echt heel vet. Deze had ik al, deze heb ik er dus nou bij. 698. Hier staat geen nummer op, dat het een 2-pack is. Maar het is geen 2-pack, hè, zei ik vorige keer al. Want het is gewoon een doos met één pop. Want de andere is een denkbeeldige vriend en die is er dus niet. Maar toch heel gaaf hoe ze dat gedaan hebben. Dit is trouwens een New York Comic Con Exclusive van 2018. Heel erg gaaf. 698 heb ik er dus bij. Heel erg tof. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik vond het een leuke pop. Zeker omdat ik namelijk de 2-pack al had. Heel vet om deze erbij te krijgen. En dan heb ik nog één pop te gaan. Ik kan er je meteen bij zeggen, het is wel de gaafste pop, vind ik. Die had ik al een tijdje terug. Hè. Die heb ik echt ook al, nou zeker wel misschien wel een half jaar die ik daar op klaar liggen. In ieder geval, dat ga ik jullie tonen. Die is ook, ja, heeft iets te maken met een van die pops hier uit de set. Vandaar dat ik hem nou jullie toon. Dit is hij. Ik ga hem aan jullie tonen. Ik hoop dat ik hem recht heb. Heb ik hem recht? Ja, ik heb hem recht. Het is, dat hebben we misschien al gezien, Nearly Headless Nick. Ook van Harry Potter, nummertje 62. De Glow in the Dark 2018 Summer Convention Limited Edition. Ja, goed, het is een mond vol. Heel erg vette pop. Dit is dus wel een Glow in the Dark. Hoewel hij er hetzelfde uitziet eigenlijk als Bloody Baron, is dit dus wel een Glow in the Dark. Ik vraag het me af of dan Bloody Baron ook niet Glow in the Dark is. Hij is echt hetzelfde paint job heeft hij als deze. Kijk, maar dit is een heel andere serie. Kijk, dit is een serie van 7. Heel erg gaaf. Dit is een, ja toch, ik zei een latere serie, maar dit is een eerdere serie als deze zelfs. Heel gaaf. Nearly Headless Nick. Je hebt dus inderdaad twee versies. Deze versie en, of de normale versie en de Glow in the Dark. En deze is exclusive. Ik zal helemaal het einde van de video zal ik, laten zien hoe hij eruit ziet in het donker. Heel erg tof. Maar dit is dus nummer 62, Nearly Headless Nick. Ook hier een fotootje hoe hij eruit in de film uitziet. Heel erg tof. 62. Ik zei al, hij heeft iets te maken met de pops. Met een van de pops die ik al had. En dat is dus deze. Heel erg tof. Ja, tot zover mijn mailcall van deze keer. Ik had ze staan, ik wilde ze graag met jullie delen. Daarom wilde ik er niet te lang mee wachten. Ik wil ze namelijk ook een heel mooi plekje geven in de collectie. Heel erg tof. Dus ik hoop dat jullie de pops heel gaaf vinden. Vooral de Harry Potter houden in de gaten. Want er gaan nog een paar hele gave Harry Potter pops aankomen. Ik heb nog een paar hele gave bestellingen geplaatst namelijk daarvoor. Waar heb ik nog meer? Ik heb nog wat via Amazon staan. Ik heb nog iets van Vision Toys heb ik staan. Eagle Toys volgens mij ook. Een paar hele gave review video's. Maar goed, waar gaan we nou de volgende keer mee verder? Is natuurlijk die kruidvat pops. Ja, inmiddels heb ik ze allemaal binnen. Dus een paar gave video's gaan we daarvoor maken. Die gaan jullie binnenkort zien. Dus zal niet lang meer duren. Dat beloof ik jullie. Dus twee video's volgens mij. Deel 3 en deel 4. Die ga ik aan jullie tonen. Met echt hele vette pops die ik heb weten te scoren. Nou, ik hoop dat jullie het echt heel erg leuk vinden. Ik ben ook benieuwd wat jullie van de Harry Potter pops vinden. Echt heel erg tof. Dus ik zou zeggen. Bedankt voor het kijken. En zorg inderdaad dat je hieronder je abonneert en op belletje drukt. Want dan krijg je elke keer een melding. Ik zeg het elke keer maar weer. Maar jullie weten het vast al. En aan die kant kun je op het duimpje omhoog drukken. Ook heel erg tof. Nou, bedankt voor het kijken. We zien elkaar heel snel weer. Tot de volgende keer. Groetjes. Doei doei. Hoi.